Maar we werken al 10 jaar samen. En eigenlijk al langer dan 10 jaar, maar dan een beetje onofficieel. Dus voor ons is dat gewoon een natuurlijke gang van zaken samen te werken. We stellen ons daar geen vragen bij. We zijn gewoon continu in gesprek. En wat eruit komt, is van ons beiden. Die rollen die shiften eigenlijk nog altijd. Dat is niet dat we 10 jaar geleden die hebben vastgelegd. Die blijven eigenlijk veranderen. En elk nieuw project geeft stof voor ontdekkingen of uitdagingen binnen onze samenwerking. Dus dat blijft eigenlijk altijd evolueren. Maar ik denk dat het belangrijkste proces binnenin een relatie, om te even hoe dat zo ook is eigenlijk vertrouwen. En het vertrouwen kunnen geven aan iemand. En hoe langer, hoe meer dat we samenwerken, hoe meer dat we ook die balans daarin vinden. We zijn alle twee een eigen ego, een eigen persoon. En je moet daar plaats voor laten voor de anderen zijn tijd, want we hebben niet altijd dezelfde snelheid om dingen te ontwikkelen of dingen te maken. En dat is iets dat ik denk ik voor deze tentoonstelling dat we heel veel hebben bijgeleerd. Ja, het was zeker een boeiende ervaring op vlak van met andere mensen samenwerken. We hebben dat in het verleden al vaker gedaan. Dat is iets dat we eigenlijk sowieso altijd opzoeken. Een samenwerking met een kunstenaar uit een ander veld die wij gewoon interessant of goed vinden en die kan bijdragen aan ons project. Misschien is dat ook wel een deel van het feit dat wij al met twee samenwerken, dat we ook makkelijker kunnen samenwerken met een derde partij. Maar Charles en ik blijven wel altijd aan één kant staan of zo, aan één zijde. En dan is er de andere. En hier was het extreem, omwille van het feit dat we een kortfilm hebben gedraaid met een ploeg van een technische ploeg van 15 mensen, een 10-12 acteurs en dansers en heel veel mensen met wie dat we de voorbereidingen en ook de postproductie hebben gedaan. Dus ja, die samenwerking is wel op alle niveaus geweest. Plothole maakt deel uit van de reeks werken die Props voor Drama noemen. We zijn met die reeks begonnen in 2009. De eerste in de reeks noemde Foreshadowing. De daaropvolgende was Plot Twist. En daar speelde de titel voor een groot stuk al in op dat we wisten dat we binnenin dat werk een nieuwe wending gingen aangaan. En daarom is het ook belangrijk dat dat werk een plaats heeft gekregen opnieuw in de film, de Suspension of Disbelief. Met Plothole hebben we ook een nieuw element geïntroduceerd, dat is namelijk een acteur. We wisten dat we voor Suspension of Disbelief met mensen, met dansers, wilden samenwerken. En we wilden dat ook in een zekere zin aankondigen, omdat in de allereerste is Foreshadowing een aankondiging van de sculpturen. Plot Twist is een begin, een vertwisting van die sculpturen, waar dat we dan voor de eerste keer met een acteur ook al hebben samengewerkt, maar achter de schermen, dat was een stem, dat was een opsomming van klankbeschrijvingen dat toen deel uitmaakte van die installatie. En nu hebben we dus gekozen om echt mijn fysieke acteur ook verder, dat werk verder te ontwikkelen. Suspension of Disbelief is dus eigenlijk een kortfilm geworden waarin dat we heel veel elementen hebben gestoken van de vorige Props voor Drama's. We laten de dansers dansen met de objecten. We voegen de volledige installatie van Plot Twist toe, die we ook letterlijk als metafoor voor een plot twist gebruiken. We gebruiken het element van voor de schermen, achter de schermen. Dus in de film springen we voortdurend tussen fictie en realiteit. Weliswaar een realiteit die ook in scène is gezet. We voegen muziek toe, dezelfde tekst eigenlijk in de muziek, die ook weer slaat op wat we aan het maken zijn op dat moment, op de musical. In Suspension of Disbelief hebben we onszelf hebben ingezien dat we een heel interessant platform konden creëren met cinema, waar dat we ook... De film begint letterlijk een beetje voor ons in ons vroeger werk. En waar dat we misschien ook kinderlijker of naïver met ons werk omgingen. En in een zekere zin begint de film ook letterlijk mijn kind, dat naïef op een plek is waar dat fantasie en onschuld. En onschuld en naïviteit echt een plaats krijgen. Mm-hmm. En maar een beschermde plaats. Dat is een stadstuin, daar zijn vier muren rond, daar gaan geen indringers komen. Dus je kan daar de meest zotte fantasie hebben, omdat je weet, je bent niet in direct gevaar. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de film letterlijk in de fantasie van het kind begint. Want het kind zit in een tent en we horen eigenlijk haar fantasie in de klankband.
Maar op een bepaald moment wordt ze eigenlijk uit die fantasie gerukt. En dan worden wij als toeschouwer nog eens uit de realiteit van het kind in de tent gerukt. Omdat we plots zien dat die tuin waar zij zich in bevindt geen tuin is, maar een set. Mm-hmm. En op die manier spelen we eigenlijk voortdurend met het in scène zetten en het weer doorprikken van een fictieve situatie. Dingen in de tentoonstelling staan nog klaar om een plaats te krijgen. Sommige objecten hebben ook nog geen plaats gekregen. We hebben markers op de grond klaargelegd. En dan kan je die in je hoofd inbeelden van ik kan dat object dus of zo opstellen. En in de tentoonstelling zijn er verschillende objecten of opstellingen van sculpturen waar we hiermee spelen. We tonen de achterkant, de backstage, waardoor dat je ook toont van er kunnen nog veranderingen in gebeuren. Of we tonen eigenlijk van zo zit het in elkaar, zo komen we tot dat beeld, want we tonen de constructie ervan. Dat doen we ook voortdurend in de Suspension of Disbelief, de film, waar dat we heel de tijd de making-of tonen. Hoe maken we die film terwijl dat we hem aan het maken zijn? Maar we hebben daar eigenlijk, ja, dat is iets dat continu terugkomt in ons werk, ook in andere werken. Waarom dat we dat doen en waarom dat we daar zo gefascineerd voor zijn, heeft eigenlijk te maken met het feit dat dat ook iets is dat gewoon deel uitmaakt van onze beeldcultuur nu. Dat is iets dat je eigenlijk voortdurend overal kan je opzoeken van hoe wordt iets gemaakt. En vaak tonen we gewoon in ons werk die twee naast elkaar en we vinden dat een interessante spanning eigenlijk veroorzaakt.